En als het gewoon 4 uur wordt, dan zien we elkaar bij de bushalte of bij de fietsen. Ja. Nou, dat wordt dus een groot feest. Weet je wat we gaan doen vandaag? Ik ga het je uitleggen. We gaan vandaag een bloemstukje maken van zijdebloemetjes en zijdeblaadjes. En we gaan alles zometeen, het eerste gedeelte, het eerste half uurtje, gaan we alles op draad zetten. Gaan jullie leren dat je ook echt wat leert, dat je weet hoe dat moet. Dat kun je ook met verse bloemen doen. En dan gaan we naar die kant heen. Dan schuiven we naar die kant en dan gaan we eten. Dan maak ik een lusje. Doe ik zo. En dan denk ik dat je straks het draad allemaal wel heel dik vindt. Maar je moet even oefenen. En dan pak je hem vast en dan pak je het lange draadje en dan wikkel je om het steeltje. En dit kun je straks plaatsen, want we gaan straks een mooi stukje maken, maar er moet ook groen tussen de bloemetjes. En als je deze hebt, die losse, dan kun je helemaal niks mee doen. Want dan krijg je niet eens in de oase. Kijk, en dat ding dat staat heel gek. Maar als je hem op draad hebt staan, dan kun je er van alles mee doen. Magnolia, dat is de tulpenboom, die zijn ook heel leuk deze. Er ligt zoveel leuk spul tussen. Kijk, braampjes kun je pakken. En er is genoeg. Dan moet je dat prachtig. Dan ga je straks heel mooi maken. Ja, hartstikke goed. Ja, dat is zeker mooi. Allemaal mooie bloemetjes, hè? Hier eentje. Is dit een van mijn bloemen? Wat is er zo bijzonder aan het kinderatelier? Het kinderatelier, daar willen we eigenlijk de kinderen mee achter de computer weghalen. Dus dat er minder gegamed wordt en minder televisie gekeken wordt. Maar dat ze ook bezig zijn, dat er wat creatiefs gedaan wordt en dat ze wat maken, dat ze daadwerkelijk met iets naar huis gaan. Het kinderatelier is iedere maand? Ja, dat klopt. Ze hebben wel elke maand een andere activiteit en ze bedenken elke maand iets anders. Dus de ene keer zal het schilderen zijn, vandaag gaan we met zijdebloemen wat in elkaar zetten. En de andere keer zal het een schilderwerk zijn of noem maar op. Dat is leuk. Kijk eens, dan kun je zo doen, hè? Dan heb je hem vast klaar liggen drukken. En wat vind je ervan? Ik vind het superleuk, want ik heb dit nog nooit eerder gedaan. Wat leer je zo al? Nou, hoe je bloemen zeg maar, op een ijzeren draad moet zetten. En, want dat wist ik eerst helemaal niet hoe dat moest. En ik zag het wel eerst op filmpjes en zo. En toen wou ik het ook proberen, zeg maar. Alleen dat lukte toen niet. En nu wel. En Clunten Hechelen leert het jullie uitstekend, hè? Ja, heel goed. Ja. De groep is ook heel leuk. Ja. Met al die kinderen en zo die je helpen. Jullie kunnen elkaar helpen. Kan je ook goed mee omgaan en zo. Ja. Zo, leuk zijn. Altijd opkomen. Het moet wel leuk zijn, maar niet verplicht altijd. Nee. Niet allemaal. Hoe beleven de kinderen het zelf? Ja, nou, je ziet het, dit is wel heel erg leuk, hè. Het is ook wel heel erg ontwapenend om met kinderen te werken. Dit is wel heel erg leuk, ja. En ik denk dat ze het zelf ook wel leuk vinden. Ja, ze knikken van ja, dus. Ik wil dat ik op de tafel breng, maar ook wel aan. Ja. Daar ben ik wel mee bezig. Ja.